Auto is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Paarden zijn onderweg. De favoriet doet daar niet aan mee. Ahura Mastafond aan het duel om de leiding. De leiding wordt heel makkelijk genomen door Harrison Boko. Nu komt Ahura Mastafond wel, want die moet even El Salsa voorbij. Dat gaat hij op dit moment doen. Dan ligt hij nog altijd in het derde spoor. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Harrison Boko leidt. Harrison Boko daarachter op plek 2. Daar ligt Surigas met André Bakker in de kleuren van Snackpoint, de passage. En aan de buitenkant in het derde spoor is onderweg naar voren Ahura Mastafond. Die is nog altijd onderweg om El Salsa te passeren. Maar El Salsa is op dit moment net zo snel als Ahura Mastafond. Nu niet meer. Nu gaat hij aan de buitenkant een tandje bijschakelen, onze Ebbingen. En de opening is 1.12.9. Dat is een forse opening. En het is Harrison Boko die leidt. Harrison Boko, de Ajax kleuren. Daarachter de Utrecht kleuren van de favoriet Ahura Mastafond. De Feyenoordkleuren, pardon. Goh, daar heb ik Gerard Hoed me echt beledigd. Dat zijn de Feyenoordkleuren. En daarachter aan de relingzijde, want de Utrechtkleuren zijn van de familie van Brugge. Zo hebben ze allemaal een keer gehad. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Zurich-As. De vierde plek is voor El Salsa. Buitenkant daarnaast Heli Vredebest. Daarachter in het tweede spoor Irish Steel. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Hekkensluiter hebben natuurlijk ook. De deelnemer die laatst ligt aan de binnenkant is op dit moment. En dan moeten we even heel goed kijken. Dat is Thomas Bos met zijn paard die Hendrik Schermer als laatste de laatste ronde instuurt. 14-8 de tweede tussentijd. De eerste kilometer gaat 13-9. Dus de favoriet moet best wel wat doen aan de buitenkant. Maar het lijkt hem weinig uit te maken, Rick Ebbingen. Hij heeft niet echt haast. Het is Harrison Boko die leidt. Harrison Boko, Ahura Mastafond. Daarachter Surigas. Heli Vredebest op plek 4. Vijfde is El Salsa. Zesde plek Irish Steel. En Hendrik Schermer lijkt niet helemaal in orde. Hendrik Schermer heeft ook een nummerdekje onder zijn buik hangen. Dat helpt hem ook niet echt. En die verliest nu het contact met het veld. Zo zijn de paarden halverwege de rechte lijn overzijde. En de aanval van de favoriet wordt nu helemaal ingezet. Ahura Mastafond pakt een halve lengte. Pakt drie kwart lengte. Harrison Boko verdedigt zich. Maar de stuffer geeft ze hem voorbij. Daarachter komt Irish Steel nu heel hard naar voren. En die gaat door naar plaats 2. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Leiding in handen van Ahura Mastafond. Die pakt gelijk anderhalve lengte. Irish Steel op plaats 2. Harrison Boko derde, vierde is Surigas. En ze zijn inmiddels halverwege de Tjarda-bocht. Irish Steel nu aan de kar van de favoriet. En het lijkt erop alsof Jaap van Rijn denkt, die gaan we ook nog even pakken. Dat zou een sensatie zijn, maar dat gebeurt bijna nooit. Sterker nog, dat gebeurt nooit. Ahura Mastafond aan de binnenkant. Irish Steel aan de buitenzijde. Irish Steel aan de buitenkant. Heel fanatiek gereden. Ahura Mastafond aan de binnenkant verdedigt zich, maar wordt geklopt. Hij wordt geklopt. Het is Irish Steel die hem pakt en hem wint met Jaap van Rijn. Tweede plaats daarachter, Ahura Mastafond. En plaats 3 blijft voor Harrison Boko. Van de winnaar in 14-3.